Ik ben Rob Waker. Ik ben geboren als Robbie Waker. Ik ben in 1939 geboren. Ik was een Joodse jongen, zoon van Benjamin Waker. Grote familie waarvan er heel weinig over is gebleven na de oorlog. En Dora Hendrina Eckstein, mijn moeder. Mijn grootvader Emanuel Eckstein is naar Sobibor gebracht en in maart 1943 vermoord daar. Mijn tante Beb, de zuster van mijn moeder, was gehuwd met een niet-Joodse man en woonde op de Stadhouderskade. En die had contact met de familie Verwoerd die erboven woonde. En zo kon ik in mijn eentje onderduiken in het gezin van de familie Verwoerd, waar ik als klein jongetje, neefje, nakomertje de oorlog heb doorgebracht, grotendeels. Ik ben mijzelf gaan interesseren voor de familie Verwoerd omdat ik gastlessen geef voor de stichting vrijwilligers van de Stichting Herinneringscentrum Westerbork. Ik ben NIOT onderzocht hoe dat in elkaar zat en ben ik dieper gekomen en tot mijn grote verbazing op de verzetsgroep Biblia 2000 gevallen. Daar heb ik ook bepaalde banden mee, want ik ben 35 jaar lid geweest van de vrijmetselarij en de grootmeester was Hermanus van Tongeren, die eigenlijk de voedingsbodem ideeën had gebracht voor de verzetsgroep. Ik dank mijn leven in feite dus aan de verzetsgroep van Hermanus van Tongeren en ben namelijk terechtgekomen bij de familie Verwoerd die op de Stadhouderskade in Amsterdam woonde. Een moeder, een tante Nel, een dochter, Ina, een zoon, Henk, en een vader, Leendert, oftewel oom Leo. Een heel goed gezin waar ik het een paar jaar fantastisch heb gehad. Super lieve mensen en achteraf realiseer je pas hoe moedig deze mensen geweest waren. Ik zou zeggen altruïstisch, want hun leven op het spel gezet en inderdaad. Zijn zij jammerlijk in maart 1945 vermoord. Dat is het enige juiste woord. Op Veteringsplantsoen, tegenover daar waar ze gewoond hebben, de Stadhouderskade, waar ik dus gewoond heb. Ik weet dus dat er een glazenwasser is geweest, die heeft door het raam gekeken of er mensen in het huis waren. Toen er geen mensen waren, is er een vechtgroep, een knokploeg geweest, die heeft getracht het huis binnen te komen om de kaartenbak te vinden. Toen is er een Duitser vanaf de etage achter een tafel opgedoken en is een vuurgevecht geweest. Die Duitser bleek, zeggen de stukken, een SD-man te zijn geweest, Wener of Werner. Die is omgekomen en daarna is op maandag, bij wijze van represaille, zijn 30 mensen omgebracht op het Weteringsplantsoen. Daar waren mijn pleegvader en zijn zoon bij. Ik vind het een indrukwekkende plek, het gedenkteken voor de 30 slachtoffers die gevallen zijn daar. En ook, mogen we niet vergeten, de dominee die in een ander huis stond te kijken, die door afketsende kogel geraakt is en ook de dood vond op die dag. Het is een blijvend monument tegen onmenselijkheid. Eigenlijk ben ik zelf nooit op 4 mei op die plek geweest. Ik moet het nog altijd doen, u weet hoe dat gaat. Maar ik zal altijd op 4 mei aan de dodenherdenking doen. En als ik in Amsterdam ben, ga ik heel vaak langs de plek waar neergeschoten is. Ik heb foto's van hoe het eruit zag na de grote executie, de vlaggen, de bloemenzee. En die laat ik in de schoolklasse zien waar ik mijn verhalen breng voor de Stichting Herinneringscentrum Westerbork. Na de oorlog is de band met mijn pleegmoeder, tante Nel, intact gebleven. En eigenlijk als ik achteruit kijk, dan zie ik dat de morele invloed van tante Nel groter is geweest op mij dan die van mijn moeder. Want in zeg maar de belangrijkste jaren van kind zijn, was tante Nel degene die voor mij de moeder was en de betrouwbare rots in de branding, zogezegd.
De grote schrik die ik me nog, nou ik wil niet zeggen dagelijks, maar zeker eens in de week herinner, is de inval geweest op de Stadhouderskade. Mijn pleegmoeder greep mij onder de arm, bracht mij een etage lager en gaf mij door een tussendeur naar de etage waar mijn tante, de zuster van mijn moeder, woonde. En daar heb ik de nacht verder doorgebracht. Ja, dat was anderhalve maand voor de oorlog en ja, de oorlog was voorbij, maar alles heeft zo'n impact gehad dat ik me erg goed kan herinneren. Op vrijdagmiddag, ik meende dat het 13 maart 1945 was. Ik zat boven in de achterkamer met tante Nel en Ina. En tante Nel keek uit het raam om te zien of haar zoon thuis kwam. En haar zoon werd voor de deur aangehouden. En waarschijnlijk op basis van zijn ausweis, zijn persoonsbewijs, want hij had erin geknoeid. Hij had zichzelf 2 jaar jonger gemaakt om niet te hoeven voor de arbeidsinsats. Hij werd meegenomen en enige tijd later kwam oom Leo thuis. En ik kan me herinneren, hoewel ik toen 5 jaar was, maar dat, die dag is zo indrukwekkend geweest, die kan ik me herinneren, dat hij gezegd heeft, ik haal hem wel op bij de politie. Ik heb oom Henk nooit meer gezien. Een kwartier later werd er enorm op de deur gebonst. Tante Nel had mij onder het arm meegenomen en bij mijn tante Beb achtergelaten, afgegeven. En wat er daarna gebeurd is, weet ik ook eigenlijk alleen maar uit de archieven. Wat ik uit de archieven weet is dat er papieren verborgen waren. Er is een inval geweest, het hele huis is overhoop gehaald. En ja, ik heb mijn tweede moeder pas na het eind van de oorlog weer ontmoet. Wat ik weet, is wat ik uit de archieven weet. In de archieven ook is een brief van Ina Verwoerd, de dochter, die ook weer vertelt over mijn zijn in de familie Verwoerd. Meer kan ik er zelf uit als getuige niet van vertellen. Wat ik meer weet, weet ik bij audit, bij gehoord hebben. Nogmaals, mijn lezingen voor de stichting Gastsprekers, dat is onderdeel van Westerbork, waarvoor ik het doe, is voor een groot deel om de naam van mijn pleegvader en de verzetsgroep in stand te houden. Ik zal op al die scholen vertellen ik ook altijd van deze groep, van de moed die de mensen gehad hebben.